Ik vind het heel lastig om vrienden te maken, omdat ik eigenlijk het niet meer durf te vragen. Ik wacht meestal totdat hun het vragen. Om hier thuis te voelen, denk ik wel dat ik vriendinnen nodig heb. En omdat ik dan mijn familie heel ver weg woon van mij, dan heb ik wel vriendinnen nodig, zeg maar, als tweede familie. Wow, dat lijkt me dat echt heel ik moeilijk. Ik denk dat het heel moeilijk is om naar een nieuw land te gaan. En daar omdat te overbrouwd gaan wonen. Als ik Rim was, zou ik gewoon proberen. En als iemand nee zegt, dan zou ik eerst reden vragen. Want misschien moet hij wel gewoon naar een sport of zo. En is het niet alleen dat ze haar niet leuk vinden. Want ik kan me niet voorstellen dat niemand haar aardig vindt. Wat zou jij doen? Ik ben Jules en ik ben 10 jaar. Mijn dilemma is, ik ga verhuizen en ik weet niet of ik op mijn oude vertrouwde school moet blijven of dat ik opnieuw moet beginnen op een nieuwe school. Ik denk dat het beste voor Jules is om naar die nieuwe school te gaan. Ja, je kan natuurlijk onze tips opvolgen, maar als je echt het prettigste voor jezelf wil, moet je altijd je hart volgen. Human.